Dank u wel, voorzitter. Het CDA wil geen zetels overhouden. Ze rennen met z'n allen. Ze staan nu 5, geloof ik, al een hele tijd. En ze rennen nu echt met z'n allen naar de 0. Ja, ja, ik ga het uitleggen. Want minister Hoekstra van het CDA opent een Marokkanencentrum in Amsterdam. Terwijl het Marokkanencentrum zelf gewoon Marokko heeft en in Afrika ligt. Dat is het enige Marokkanencentrum wat er is in Nederland, op de wereld. En deze minister die zegt toe aan DENK dat er geld komt om moslimdiscriminatie te onderzoeken. Maar hoe meer groepen je in een land importeert, hoe meer groepen er komen, hoe groter de bevolking wordt, hoe meer mensen zich gediscrimineerd zullen voelen. Dat is gewoon een wetmatigheid. Die minister staat erbij, ze is de aanstichter met haar partij van het beleid. En ze staat erbij alsof er iets organisch aan het gebeuren is waar ze niet op in kan grijpen. En ik snap die houding niet, voorzitter. Als je als CDA wil groeien en als je ook de discriminatie van Nederlanders in het licht wil zetten, om ook aan die groep bijvoorbeeld te denken, dan zou ik toch een ander beleid uitrollen, zou ik zeggen. Door dat geld van wat nu naar moslimdiscriminatie gaat, om dat te onderzoeken. Kijk eens andersom, hoe originele Nederlanders gediscrimineerd worden. Dank u wel. Ik wil even u even aanspreken op uw woordgebruik. Groep importeren, we hebben het over mensen. Dus ik moet ook de waardigheid van het parlement bewaken en ik vind die woordkeuze erg ongelukkig. Ik geef het woord aan de minister. Ja, voorzitter. Ik sta voor een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waar iedereen mee kan doen. Ongeacht wat je huidskleur is, je achternaam, je leeftijd, man, vrouw, seksuele georiënteerdheid, noem maar op. Maar dus ook een samenleving waar, laten we maar even zeggen, traditionele Nederlanders zich thuis voelen. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we met die dat we met elkaar die samenleving opbouwen. Dat wij een warm welkom hebben voor mensen die hier naartoe vluchten, die om andere redenen hier komen. En tegelijkertijd zeggen, dit is de samenleving die wij met elkaar willen zijn. Maar het is ontzettend belangrijk dat iedereen in Nederland hier mee kan doen. En als mensen zich gediscrimineerd voelen, dat ze daar wat aan kunnen doen. De heer De Graaf. Ja, dit is natuurlijk, dit komt zo voort uit een echt een mechanistisch wereldbeeld. Van dat, dat alles maar maakbaar is en dat we alles met z'n allen kunnen maken. Als we nog iets samen, hè, dat heb ik van de week betoogd, dat kunnen alleen de mensen zelf. Niet een overheid. Alleen de mensen zelf kunnen samenwerken, kunnen samenleven. Met een overheid valt niet samen te leven, want dat is iets heel anders. Als je samen wil leven met z'n allen, dan zul je dat moeten doen met de mensen die er nu zijn. En dan zul je een hoop criminelen met een dubbel paspoort het land uit moeten jagen. Die moet je gewoon het land uit hebben, dan valt het al beter om. Dan is het al makkelijker om samen te leven. Dan ben je een stuk criminaliteit ben je kwijt. Maar het punt dat je de grenzen openlaat, helemaal voor een ideologie die juist discriminator, antisemitisch en racistisch van aard is, dat je dat laat groeien in Nederland, dat is tegengesteld aan het beleid wat de minister zegt te willen. Je kunt niet dweilen met een kraan open. Het kan wel, maar het werkt niet. Okay. Ik zie de minister echt met een schep aan de kust staan om te kijken of ze de zee leeg kan scheppen. De minister. Ja, voorzitter. Het lijkt erop dat wij het WGO van 1,5 week geleden gaan overdoen. Waar volgens mij verschillende mensen in dat debat, waaronder ik zelf, het echt niet met u eens zijn en ook niet met uw woordkeuze. Ja, ik zie een inclusieve samenleving vormen. Ik ben het niet met u eens wat u zegt. Ik wil de woorden niet eens herhalen. Maar ik sta voor de inclusieve samenleving waar iedereen recht kan hebben, waar iedereen zijn rol kan spelen, ongeacht afkomst, geloof, levensovertuiging. Dat is de samenleving die wij met elkaar willen zijn. Dank u wel. Kijk even, volgens mij was de heer Van Baarle het eerste.